Goedemorgen, het is vrijdag. Welkom bij een nieuwe video. Het was een hectisch begin van de dag. Niels die sliep uit, dus dan loop je eigenlijk al achter. Maar ja, we willen hem ook niet echt wakker maken, omdat hij natuurlijk aan het eind van de week dan best wel moe is. Maar goed, dan moet je hem dus de hele ochtend verder achter zijn broek aan zitten, dat hij op moet schieten. Het was gewoon heel hectisch. Ik ben dus nog niet opgemaakt. Dat was ook niet mijn plan op zich. Eigenlijk, ik had gevraagd, ik heb heel druk op mijn werk. Dus ik had gevraagd van, joh, mag Eden anders 's ochtends nog even bij jullie? Dan kan ik even 's ochtends het huis gaan maken en dan op mijn werk afronden. Dus ik met een beetje een relaxed gevoel het weekend in gaan. Het was zo hectisch. En ik kon gisteren ook, ik kon niet meer. Gewoon helemaal, je ogen ook helemaal gaar van dat scherm de hele tijd. En nou ja, je ledematen. Dus, maar goed, het was prima. En het was mijn vader gisteravond niet lekker. Dus ja, dan was het. Nou, dus ik had er eigenlijk niet op gerekend dat ze nog kon gaan. Dus ik had al bedacht van, nou, dan moet het huis schoonmaken. Maar morgen. En dan moeten we het maar eventjes op een andere manier doen. En dan. Dan ga ik in haar slaapje nog werken. En dan is het gewoon verder. Gewoon lekker met haar. Maar ik merkte dat ik er wel heel erg stress van kreeg. Maar ik dacht, ja, dat is even wat het is. Ik bedoel. Ja, dus dat kan gewoon gebeuren. Iemand kan gewoon niet lekker zijn. Maar goed, vanmorgen liet mijn vader weten dat hij zich eigenlijk prima voelde. Dat hij nog wel even de dokter zou bellen voor de zekerheid. Maar dat hij zich eigenlijk goed voelde. Dat ze gewoon mocht komen. Maar dat betekent dat ik nu dus even kan gaan tippiebannen, zoals Co dat zou zeggen. En dan ga ik daarna gewoon lekker aan het werk. Zodat ik even met een relaxer hoofd het weekend in kan gaan. Al met het gevoel van... Error. Ik heb nog niet opgemaakt. Ik ga vanavond een drankje doen met mijn beste vriendinnetje. Verder dit weekend uiteraard weer weinig plannen. Een van mijn beste vriendinnetjes is uitgerekend dit weekend. Die heb ik vorige week nog gezien. Maar ze had zoiets, nou ja, als ik nog niet bevallen ben, zullen we dan nog eventjes gewoon lekker in het gas gaan zitten samen. Dus dat vind ik vet gezellig. Ik zit te werken nog steeds make-uploos in mijn schoonmaakpak, maar goed. Ik ging even naar het toilet, zag ik dit. Dit is Mittens haar nieuwe plekje. Op Niels bed gaat ze dan liggen. En Mittens? Ja, dat vind je heerlijk. Ik ben zo druk aan het werk dat ik de tijd vergeten ben. Maar het is 1 uur, dus ik ga zo even eten. Ik heb best wel trek. Ik weet nog niet zo goed wat. Ik weet niet waar ik zin in heb. Ik krijg ook niet zoveel meer in huis. Ik moet natuurlijk morgen komen met boodschappen. Ik wilde wraps, maar ik heb geen vulling. Maar ik zie nu dat we restjes van gisteren hebben. Van de pita falafel broodjes. Dus we hebben nog komkommer en wortel en dat soort gekkigheid. Dus yes, yes. Dus dat ga ik lekker op mijn wrapie doen. Wrap. Sorry. Het zijn toch 2 crackers met lactosevrije kaas geworden. Want ik zag dat er ook nog tzatziki over was. En nou, dat zit heel veel knoflookje in, want dat vinden we dan lekker. Maar dat ga ik niet eten voor als ik vanavond, al dan niet ergens, maar in ieder geval drankjes ga doen met een vriendinnetje. Of ik het nou bij haar thuis hoef of niet, dat is echt, die geur is niet te hachelen. Dus dat hebben we eigenlijk lekker voor morgen. Dus nu de crackertjes en straks nog een boterhammetje hagelslag. Dat is trouwens niet lactosevrij. Maar goed, daar heb ik wel heel veel zin in, dat is ook belangrijk. Nou, dit is leuk. Ik moest afval nog wegbrengen en ik zag dat de containers net geleegd waren. Dus gewoon, dan doe ik dat even snel. En toen zag ik iets liggen naast de vuilnisbak. Kijk, een skateboard. Dat staat voor de liefhebber. Nou, dat is toch fantastisch? Nou moet je mij daar... slippers uitdoen. Nou moet je mij daar niet opzetten. Nou, tenzij je wil dat ik mijn eigen reet, dan moet je het zeker wel doen. Maar goed, in principe moet je mij daar niet opzetten. Maar ik weet, Sven had het er laatst over van, oh, dat is wel leuk. Want zij zag kindjes skateboarden. Oh, dat is wel leuk. En ik dacht, nou weet je, ik ben er eigenlijk niet zo heel erg fan van. Want ik ben gewoon als de dood dat er iets gebeurt of zo. Maar dit was denk ik toch een beetje het lot zo vlak voor Vaderdag. Dus die heb ik maar mee naar binnen genomen. Maar ik moet nou nog even bedenken of ik hem ga verstoppen voor Vaderdag. Gewoon voor de grap. Of dat ik hem gewoon laat staan.
verstoppen, hè? Dat is leuker. Waar verstoppen ze nu? Oh, ik kan het gewoon onder het bed doen. Alsof hij onder het bed gaat kijken. We zijn schoongemaakt. Heel erg geneigd om erop te gaan staan. Dat is echt een extreem slecht idee. Zo, moet ik het niet vergeten te geven. Dit is toch dolkomisch? Zwaar zo'n ding. Oh. Pas niet. Ik ben niet voor één gat te vangen. Dat is wel zwaar zo'n ding. Even zo. Zie je niks meer van. Hoppatee. Hè, mijn boterham hagelslag. Lekker. En dan doe ik dus altijd in stukjes. Yep. Want dat vind ik lekkerder. Ik ga drankjes doen. Dit is mijn, ja, dit is een jas, maar ik heb hieronder een t-shirtje aan van een beetje een soort suède stof. En een broek en gympies. Dus ik zie jullie morgen. Goedemorgen, het is zaterdag. Gisteren was echt super gezellig en zij vond het ook echt een succes. Dat was heel leuk. Nu ben ik in het geheim in onze kamer met Eden vaderdag kunstnutsel aan het maken. Zit daar ook in? Ja. En, want zowel het kinderdagverblijf als de school en BSO heb ik niks van gehad. Daar reken je natuurlijk wel op als moeder. Dus een kleine error, maar dat maakt niet uit. Dus ik ga hier ga ik een superheld papa van maken. Dus het is een elegant gevoel. Maar goed, toen wilde ze zelf nog met verf erop. Maar toen ging ze met allerhande. En ik zit hier natuurlijk op mijn slaapkamer tussen allemaal rommel. Dus ik dacht, dit wordt niks. Dus ik heb er nu zo aan gekleid. Dus nu is ze lekker aan het kleien. En dan ga ik daar zo nog een foto van Sven op zetten. En je superheld. Hallo, Eentje, kleien. Ja, goed zo. Ga je dat even vertellen? Ja. Ja. Oh, boom. Ja, hier, kijk eens. Dank u. Alsjeblieft. En straks tijdens haar slaapje gaat Sven zwemmen. Sven zwemmen, dat was het. En dan ga ik met Niels een mooie tekening maken. Maar goed, eerst moet ik deze missie verder volbrengen. Dus ik ga nu mijn laptop pakken en een foto van Sven zoeken. Dan kan ik wel zijn hoofd eruit knippen zo meteen. Lijkt wel ergens op, hè? Niels is naar sport. Ik kan even met Elin papier gaan wegbrengen. En ik ben nu aan het kijken voor een boekje voor haar voor mij op vakantie. En dan kom ik erachter dat Gert van Samson en Gert de bedenker is van Moema. Nou, dat is voor mij een hele eye-opener. Wat, hè? Dicht. Dicht? Dicht. Mama is je arm. Mama is zoeken. Ze is het boekje aan het voorlezen. Ja, jongens, zullen we zoeken? En dan met zulke oren, zulke ogen. Ja, ja, ja! Hier is nu ook zijn knutsel aan het maken. Hij maakt een voetbalveld. Met Niels en papa erop. Misschien kunnen we nog meer voetballers tekenen. Ja. Ze liggen allebei lekker te slapen. Sven is zwemmen. Ik weet, ik heb net geluncht. Ik stiek nu naar knoflook, maar daar hebben jullie geen last van. Restjes pizza falafel. En ik weet niet goed wat ik wil doen. Ik zin in. Gewoon voor me uit staren. Heerlijk. Het is hier altijd een strijd met Google. Nee. Google Focus. Niels heeft het iets scheetje aangevraagd. Dat bestond wel. Niemand die het wist, maar het bestaat. Hey Google. Speel Awesome Mix 1 af. Samen doen, ja, heel goed. Fietsen door mijn auto.
oude straat. Hier heb ik vroeger gewoond en toen kwam Sven bij mij wonen, daarboven. Ja, samen paardjes. Hallo paardje. Nee, mijn paard. Mijn paard. Is het jouw paard? Ja. Oh, oké. Okay. Wil je aaien? Wil je aaien? Ja, dat kan niet, maar er zitten allemaal brandnetels hier. Het zijn wel lieve paardjes, hè? Allemaal lekker ijsje. Hallo. Dit vinden ze altijd heel leuk. Shrek. Ik glim een beetje, want ik heb een peeling op mijn hoofd. Anders ligt net in bed tenminste. Hij ligt net op bed met Sven. Dan kijk ik ook nog even in een lego boekje. Ik heb net deze aan hem voorgelezen. Het heet Niels gaat als cowboy. Hier onder mijn hand zit ook nog een foto van hem. En dit is dus een gepersonaliseerd boekje. Dat hebben we ooit bij de HEMA laten maken. Het is een heel leuk boekje. Het gaat over verkleden. Niels gek op verkleden. Nou, dit heeft hij denk ik 2 jaar geleden of zo gekregen. En dat vind ik nog steeds leuk. Dus misschien een tippie. En nou, we hebben echt een heerlijk dagje gehad. Morgen is ook vaderdag. Natuurlijk, morgen is vaderdag. Dus dat wordt ook weer een leuke dag. En we gaan zo lekker filmpje kijken. Goedemorgen, het is vaderdag. Wij zijn druk bezig met het ontbijt maken. Speelding. Vind je het leuk? Ja. Grappig hè, het wordt helemaal gemengd. Dus zijn we de tafel aan het dekken. Oh, voetbalveld. Nou, Sven was heel blij met alle kunstwerken. En ook met het skateboard. Dat is heel grappig. Dus zij zijn nu naar buiten met het skateboard. Ik ga dus ook heen, maar ik moet nog even mijn haar feunen en me aankleden. Maar anders werd het te laat en de kids werden onrustig. Dus het is tot nu toe geslaagd. Gewoon een heel ontbijtje gemaakt, wat is uit eieren, uit de omelet hadden we sterretjes gemaakt en Niels heeft echt super goed geholpen, dus het was heel leuk. Nou, dit is het geworden, een shirtje met een, ja het is een broekrokje. Ik vind het kids altijd echt heel ideaal. Even, ik moet een beetje zien. Nu nog even schoenen. En dan ga ik ook even naar buiten. Wij zijn lekker te picknicken. Dat papa aan het sport is. Broodjes mee. Speeltjes mee. Ik heb hem licht. Ik heb ook een boterham en pindakaas. En heb je hem dicht gemaakt? Ik heb hem dicht gemaakt. Dit is wel gezellig. Heb je hem dicht gemaakt? Ik, mama, deze kan zo hierin verstaan. Ja, zit ik hem eentje op het kleedje en zijn de kids aan het spelen. Kijk even voor opa, een mooi schaakbord gemaakt. Pas op, anders schiet je dood. Voor opa. Wat zit je boek lekker? Ja. Bij mijn ouders. Schaaf. Even alles opruimen. Goedemorgen, het is maandagochtend. En ik dacht ineens dat ik gisteren helemaal niks meer gefilmd heb. Maar is een soort geheime afspraak voor mijn kinderen dat ze op maandag altijd uitstaat in plaats van het weekend. Dat hebben wij echt altijd. Normaal is Niels om 6:50 wakker, of wanneer om 6:50 mag hij zijn bed uit. Dus daarvoor hoor je hem ook niet. Het is nu bijna 7:15. Dus dat is een half uur later zeg maar dan normaal. Maar gisteren was het niet zo, en gisteren ook niet. Dat is toch opvallend. Is het dan dat ze meer slapen, dat ze beter slapen? Ja, kan door de week niet meer tussen meer in bed leggen natuurlijk, want dan heeft hij gewoon zo of minder indrukken te verwerken of ik weet het niet, maar in ieder geval slapen ze op maandag altijd uit. Eden is altijd later wakker hoor, maar Niels. Goed, ik ga de vlog afsluiten. Ik hoop dat je hem leuk vond. Volgend weekend heeft Niels een kinderfeestje van mijn, ik noem het altijd neefje, maar het is officieel volgens mij mijn achterneefje. En dat is volgens mij de enige activiteit. Dus het wordt weer wild. As usual. Heel erg bedankt voor het kijken. En ik zie jullie heel graag volgende week bij een nieuwe vlog.